Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog. Dit keer een biertje uit Den Bosch. Van brouwerij Het Boegbeeld of brouwerij Boegbeeld. The Mission Impossible Chocoporter. Niet impossible, impossible. Dus waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk een bier wat naar de bekende Bossebol smaakt. Dus ja, als het goed is, een redelijk romig bier kan ik me erbij voorstellen. Met, of course, chocola. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die gaat bevallen. Hoe zoet die is. Ik hoop niet te zoet. Dat die wat zoetig is, is natuurlijk dat is logisch. Want een Bossebol is nou helemaal zoet. Maar ik hoop toch stiekem ook wel op een lekker bittertje in de afdronk. Maar ja, we gaan het ondervinden. We gaan het zien. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik heb nog nooit een bier van deze brouwerij gehad. Ze hebben ook het beroemde kutbier. Met pruimen volgens mij zitten daarin. Ja, en dat heet gewoon letterlijk zo. Het heet kutbier. Ja, dat moet je niet te letterlijk nemen, denk ik. Maar goed. Ik ben benieuwd. We gaan die verder lullen. We gaan hem inschenken en proeven. En hopelijk een hoog cijfer geven. Nou, hij schuimt in ieder geval goed in het glas. Er zat een klein beetje gist onderin, dat heb ik meegeschonken. Ongeveer 2 vingers schuim. Ik heb hem denk ik rond de 10 aan 12 graden. Nee, nog geen 12 graden denk ik. Een graad of 10 denk ik inderdaad. Dat zou perfect moeten zijn voor dit soort bieren. Ja, we gaan door naar het aroma. Ja, interessant. Natuurlijk chocola in het aroma, maar ook wel karamel. Ja, toch wel karamellig, een karamellig neusje, zeg maar. Ja, ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. Cheers. Nou, hij heeft, zeker te weten, een lekkere bittere afdronk. Hij is zeker niet te zoet. Bier komt trouwens met 6,5% alcohol, was nog vergeten om te vertellen. Ja, chocola, zeker aanwezig, bittere cacao. Maar ook iets van koffie bijna. Ja, vanille. Ja, en wat ik al zei, hij eindigt echt met lekkere bittere cacao in de afdronk. Dus als je een zoet bier verwacht, dat is het gelukkig niet. Er zit zeker wel een zoetje in hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, hij is gelukkig niet heel zoet. Ja, een Bossebol haal ik er eerlijk gezegd niet echt uit. Dus als ik dit blind zou proeven, dan zou ik dat niet zeggen van, oh, het smaakt wel een beetje naar een Bossebol. Nee, nou, dat heb ik niet. Maar tegelijkertijd, het smaakt wel. Ja, hij is wel wat romig, wat aan de romige kant. Hij had wat mij betreft nog wel net iets romiger mogen zijn. Want ja, de binnenkant van de Bossebol is, bij mij weten, slagroom. Dus hij had wel iets romiger mogen zijn. Maar ja, ik ben er wel over te spreken. Hij smaakt goed. Hij smaakt goed. Het is geen Bossebol. Tenminste, in mijn bescheiden mening smaakt hij niet naar een Bossebol. Maar het is wel een geslaagde porter. Dus ik ga hem daar ook niet op afkeuren dat ik vind dat hij wat minder naar een Bossebol smaakt. Want hij smaakt nog steeds lekker en ik kan nog steeds van genieten. Dus yes! We gaan door naar het eindcijfer. Ik geef deze Impossible van brouwerij Boegbeeld een
Nou, wat mij betreft zeker wel. Een 7,5 op een schaal van 10. Ja, een 7,5 op een schaal van 10 kan ik hier zeker aan kwijt. Ik zeg, het is echt wel, ik kan er best wel van genieten. Hij is lekker smaakvol voor die 6,5% ook. En hij drinkt lekker weg, ook wel. Ik vind dat bittertje in de afdronk, ja, dat laat je toch wel verlangen naar steeds weer een nieuwe slok. Dus dat vind ik wel goed gelukt. Ja, dit is het eerste bier wat ik van deze brouwerij proef. Maar wat mij betreft zeker niet de laatste. Dus we gaan deze brouwerij nog vaak tegenkomen op het kanaal. Want ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe de andere bieren gaan smaken. Als je het bier hebt gehad, laat me zeker even weten wat je ervan vond. Ja, en mocht je nog geen abonnee zijn, join de club, doe gezellig mee. En andere suggesties, alles is welkom. En natuurlijk een duimpje omhoog, want daar word ik gewoon vrolijk van. En daar doen we het voor, toch? Nou ja, onder andere dan. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Bij een nieuwe review van Randy's Bierblog. Cheers!